Maar ook grote automobielfabrikanten maken echte sportauto's. Neem nou deze Nissan 300ZX. Ja, vlak na de start van ons automagazine De Hoogste Versnelling is de zender Lopik uitgevallen. En hierdoor kon een groot gedeelte van de kijkers het programma niet meer volgen. We hebben besloten om het programma 7 minuten na de begintijd weer op te pakken. En daardoor zullen alle programma's die hierna komen iets later worden uitgezonden dan gepland. Ik vraag u even een geduld, want we moeten even de band terugspoelen. Dank u wel.